Zijn we aan het opnemen? Ja, yes, we zijn aan het opnemen. Goedemorgen of middag, wanneer je dit ook kijkt. Jongens, welkom bij een nieuwe Meestervoorspeller. En het is nu zondagochtend, 17 januari. Het is erg vroeg en ik heb het gisteren erg laat gemaakt. We hadden een 12 uur stream natuurlijk. Het was berengezellig. Maar deze video moest ook nog gemaakt worden. En ik wilde die eigenlijk gisteravond doen, maar omdat het zo laat was geworden, we zijn uiteindelijk nog tot 1 uur 's nachts doorgegaan. Heb ik het naar vanochtend moeten verplaatsen. Maar, u vraagt, wij draaien. Er werd gevraagd of we deze in PES 2021 kunnen spelen. Ik ga mijn best doen voor jullie. Ik heb het echt lang niet gespeeld. Maar, het is wel mijn favoriete voetbalgame wat dat betreft. En, dan kunnen we Aller erbij inzetten. Ik heb nu de live update aanstaan, zie ik. Die moet ik dan heel even uitzetten. Ik heb hem handmatig getransfereerd. Live update off. En dan zou hij er nu bij moeten zitten. Nadeel daarvan is wel, zit Klaassen er niet bij. Want Klaassen zat niet in de game, omdat Werder Bremen niet in de game zat. En dus kon ik hem niet transfereren naar Ajax. Sebastian Haller dus in de spits. Anthony rechtsbuiten. Tadic linksbuiten. Quincy Promes. Ik draai deze twee heel even om. Vooral ook omdat ze in de wedstrijd ook regelmatig van positie verwisselen, die twee. Labiat natuurlijk nog wel op de bank. Kudus zeker op de bank voor Univar. En Schuurs, ondanks dat hij gepasseerd was natuurlijk tegen FC Twente. Denk ik dat hij toch wel weer vandaag in de baas staat. Hij heeft onlangs zijn contract verlengd. Goed nieuws natuurlijk, Ajax heeft vertrouwen in hem. Goed om te zien. En dan ziet de opstelling er als volgt uit. Onana, Mazraoui, Schuurs, Blind, Tagliafico, Alvarez. Ja, ik heb niet echt een goede oplossing daarvoor. Anders, ja, Kudus. Ja, we zetten Kudus erin op die plek. Hier komt Kudus te spelen. Gravenberg, Tadic, Anthony, Sebastian, Aller en Quincy Promes. Hopelijk prikt Promes er weer eentje in vandaag, want het wordt wel weer tijd. Dan gaan we aan de wedstrijd beginnen, jongens. Stadion ziet er echt beter uit dan PES 2021. Ik blijf erbij. Het ziet er realistisch uit, laat ik het daarop houden. Daar staan we in de spelerstunnel. Komen het veld op. In shirts en bedrukking. Het lijkt altijd beter in PES. Al vind ik die van Feyenoord nu wel een beetje overdreven. Dat is volgens mij wel het officiële font. This is the scene inside the 54,000 all-seater Johan Cruyff Arena, decked out in that hugely familiar. En nogmaals, ik heb al een tijd geen PES gespeeld. Ik ben denk ik vrij roestig. Maar we gaan het zien, ik ga mijn best doen. We mogen de klassieker natuurlijk niet verliezen. Oh jongens, moeten we nog hebben over FC Twente. Eerlijk, ik had een discussie met mensen, we waren die wedstrijd live aan het kijken in Mo's Tavern. En ik had een discussie met mensen. Ik vond die buitenspelgoal, en natuurlijk dat is gunstig voor Ajax, maar ik vond die buitenspelgoal van Quincy Menig, ik vond het echt schandalig, om heel eerlijk te zijn. Op het moment dat je twee lijnen moet gaan trekken, millimeters moet gaan vergelijken en dan zegt je neus stond buitenspel. Dan schiet je je doel voorbij. Dat is niet de reden waarom de buitenspelregels bedacht. Ik vond het een beetje sneu voor de jongen. Gunstig voor Ajax natuurlijk. Hij prikte hem er lekker in. En sowieso wel lekker op dreef tegen Ajax. Maar het mocht niet baten. Ajax uiteindelijk gewonnen natuurlijk. 3-1. Met een glansrol natuurlijk voor Huntelaar. Klaas-Jan Huntelaar. En wat een afscheid, hè. Als hij nu naar Schalke gaat, dan is dit het perfecte afscheid toch voor hem. Met betrekking tot... ik wil hem steken. Maar dat gaat niet worden. Met betrekking tot Ajax. Beter kan niet toch. Beter zo'n afscheid. Dat hij zo'n heldenstatus heeft. En daarmee afscheid neemt dan... Ja, nog een paar wedstrijden op de bank blijft. En misschien kampioen wordt of niet. Hij zei het al in de interview. Schalke heeft me harder nodig.
dit is een jongen naar mijn hart. Weet je? Ik zou hem het liefst erbij willen houden. Maar dat zou puur vanuit egoïsme zijn. En hij heeft zoiets van, ik hou van Schalke, ik hou van Ajax. Schalke heeft me meer nodig. Ik ga ze helpen. Hij ging er nog een nachtje over slapen, dacht ik. Ik gun hem die transfer. Dat gun ik hem. En normaliter zou je als topclub zeggen, ja, die moeten we niet laten gaan. Het is geen liefdadigheid natuurlijk, maar... Ja, een jongen van de club inmiddels. Daar kunnen we niet meer omheen, denk ik. En oh, wat een doelpuntje is ook. Oh, heerlijk. Ik vraag me alleen af of hij er goed aan doet om naar Schalke te gaan. De ploeg staat bijzonder laag in de Bundesliga natuurlijk. Maar speelt ook heel ver van goal af. En wat ga je dan doen met Huntelaar in de Bundesliga? Ik zie het niet echt voor me, maar... Ja, dat is een dramatische voorzet. Uh-oh. Defending, albeit from an unexpected source. I think it's great to see. Oh, what a Gehannes. Desire from the forward who wants to help out his defense. I think, you know, any good team really should be the first line of that defense, and he's delivering. En Haller, ook weer met het doelpunt en na 7 minuten. Dat was echt goed om te zien. Goed doelpunt hoor. Had er nog wel eentje kunnen maken. Kom op, winnen. Oh, en daar is hij, Sebastien Haller. De 21ste minuut. Hoppakee. Daar teken ik voor hoor. En wederom een kopgoal. Die in de 7e minuut natuurlijk scoorde tegen FC Twente. Was een goede kopgoal. Kreeg daarna nog een uitgelezen kopkans. Geeft goed richting aan, maar verdween helaas niet in het net. Maar dan zie je meteen wat voor wapen je daarbij in huis hebt gehaald. Anthony verliest hier een kopduel. Maar Allaire is er als kippen bij. Voorzet van Taki. En dan valt hij daar een beetje in limbo. En dan stijgt hij boven alles en iedereen uit. Dat is letterlijk ook wat hij tegen FC Twente deed. Die man... Kan je hem al de bijnaam Air Jordan geven? Hoe lang deze man ook in de lucht kan blijven zweven? Dat is echt insane. Dat doet me ook een beetje denken aan Cristiano Ronaldo. Die heeft af en toe ook zulke rare sprongen. Waarbij je denkt van, hoe kan dat nou man? Bestaat de zwaartekracht niet meer ofzo? Ik moet echt wat sneller reageren. Want... Het is een dom balverlies. Hardly anything between the sides. And the score is 1-0. Dat is dom balverlies. Maar door het oog van de naald, jongens. En, ik moet zeggen dat... vrees niet, maar... ik ben toch wel een beetje teleurgesteld, om heel eerlijk te zijn. Ik had wel verwacht dat Ajax echt... echt over FC Twente heen zou moeten walsen. Dat hebben ze dus niet gedaan. Waren wel veel sterker natuurlijk. Maar ja, maken de doelpunten vooralsnog niet dan. Hè? Dan was 18 schoten op het doel of zo. Dan moet je gewoon meer uithalen. En je het jezelf niet zo moeilijk maken terwijl Toornstra hier maar net naast komt. En excuus jongens, als ik een beetje low energy ben, komt vooral omdat ik weinig heb geslapen. Voorzet van Berghuis. Toornstra komt ervoor, maar kan niet gevaarlijk worden. Ze zetten hoog druk, dat wel. We spelen gewoon kort hier blind aan. Gelijk door naar Taki. Promes. En meegeven aan Gravenberg. He's got options out wide. Nee. Corner. Corner toch? Ja, ik wou net zeggen. Yes, they do. Ik wou net zeggen. 51% balbezit. Ik hoop toch wel een iets dominante Ajax te zien vandaag. Zul je net zien, hè? Gaat die Prato. Nog nooit een doelpunt gescoord in zijn leven. Scoort er vandaag natuurlijk 3 tegen Ajax. En dan gaan de Feyenoord DVD'tjes weer van stal, hoor. Ah, heerlijk, man. Zeg niet zo die tijd. Ja! Oh!
Goeie voorzet wel, hoor. Ah, nee! Wat gebeurt hier? Hoe kan hij deze missen? Ik denk dat is een cadeautje. Tadic. Oh, oh, nee. Dat ging niet werken op die manier. Tadic. Quick chance at goal. Wacht toch dat hij iets sterker is daar. Ja, dat is top defending in preventing him turning, which can open up many possibilities. Kudus maakte dus geen minuten tegen FC Twente. Lijkt gespaard te gaan worden voor Feyenoord. Ik ben dan reuze benieuwd hoeveel minuten die kan gaan spelen vandaag. Het was natuurlijk ook wel heel snel geweest. Van zondag op woensdag, 20 minuten na, in één keer een helft. Maar heel lang niet hebben gevoetbald en dan ook weer ready zijn voor Feyenoord. Dus ik snap dat Ten Hag hem heeft gepasseerd voor de wedstrijd. Ik ben benieuwd wie er voorop staat voor vandaag. Jongens, we hebben toch aardig wat kansen gecreëerd. We hebben Feyenoord goed kapot gespeeld eerst zelf. Maar kapot gespeeld niet qua balbezit, maar wel qua kansverhoudingen. Fair drives it forward. Blind. Tadic. Nee. Challenge. He just stood firm. En nu, ja. Kom op. Mazraoui. Daar ja. Daar ligt de ruimte. Stam op. He's got the ball. He's got the space. Shapes the. Oeh. Oh, ik was op zoek naar dat gaatje. Op zoek naar dat gaatje om uit te halen. En wat een vlammend schot zeg, met links. Ik weet niet eens of Allaire links of rechts benig is. Doe ik me zo bedenken. Zijn eerste doelpunt die hij maakte. Althans, dat buitenspeldoelpunt. Was hij met links? Volgens mij wel, hè. En wat een heerlijk schot is dit, zeg. Ik vind het wel gek dat hij bijna even groot oogde als Promes. Misschien was het een camera-standpunt, maar... Oogt een beetje raar. Ah, heerlijk doelpunt. Keeper kansloos. Gaat veel te hard uit natuurlijk. Balletje van Mazraoui. Ik dacht dat hij hem hier kwijt was, maar gaat er goed langs. En dit soort duels, hè, hoe die dan de tegenstander ontwijkt. Dat vind ik zo heerlijk in PES, man. Dat voelt meer aan als echt voetbal, wat dat betreft. So now we're going to get those changes we have been expecting. Gaat het een verschil maken? Geen idee. Feyenoord Sport zit in het donker, in ieder geval. Dat was wel duidelijk. The turning of the screw comes to mind, Peter. They've got them where they want them. Berghuis. Oeh, die had ik iets verkeerd getimed. En die had ik nog meer verkeerd getimed. Oh. Berghuis with an air of confidence about him, a certain swagger. It opened up really nicely when the defense got all tentative. Then they were cautious in making contact. Toch wel vond ik het wel opvallend trouwens. Ten Hag, Schuurs passeert en er wel vrij eerlijk over was dat hij gewoon niet een hele goed. Dit is een penalty. Wat? Dit is toch een penalty? Gewoon eerlijk over was. Dat hij niet een hele goede doen was de afgelopen weken. Ik denk dat je daar ook weinig tegen in kan brengen. Ik denk dat die jongen dat zelf ook weet. Maar ik heb zoiets. Weet je. Schuurs is 100% Eredivisie niveau op dit moment. Hij kan de Champions League niveau kan hij nog niet aan. Nou, we zijn al uitgeschakeld in de Champions League. Iedereen ziet die jongen heeft potentie. Laat hem maar dit seizoen gewoon afmaken. Weet je wel. En dan... Laat hem groeien, want hij heeft ontzettend veel stappen gemaakt al dit seizoen. Wat is dit nou weer voor voorzet, joh? Nee, early cross met LB, man. En die speelt trouwens PES 2021. Speel ik via Xbox Game Pass. Daar staat hij op. Op de Xbox Series X speel ik nu. Xbox Game Pass. En daar kan je hem gratis downloaden. Althans gratis als je lid van Game Pass bent. Doe het! Het is echt een hele vette game. Ik hoop misschien ook niet. Maar misschien kunnen initiatieven zoals Game Pass
kunnen wel weer nieuw leven blazen in de franchise van PES. Weet je, als je hem gratis kan oppikken, dat hebben ze natuurlijk de afgelopen jaren ook geprobeerd met PES Lite. Die heb ik nog niet gezien dit jaar. Maar als je hem gewoon gratis kan oppikken, gelijk vanaf day one via bijvoorbeeld de Game Pass, denk ik toch wel dat veel meer mensen aan de PES gaan. Dat zou voor mij grote kans hoor. Dat zou voor mij echt een droom zijn. Weet je, als PES weer die grootsheid die het ooit had. Volgens mij heeft het nooit echt voorbij FIFA gestaan hoor. En dat hoeft voor mij ook niet. Maar die grootsheid van het PlayStation 2 tijdperk. Ik hoop dat we dat ooit weer een beetje kunnen gaan benaderen. Want PES, heel eerlijk. FIFA heeft alle toeters en bellen. Maar PES is voor mij de betere voetbalgame. Ik weet niet wat hier gebeurde, maar dit was echt heel dom. Daar hebben we echt mazzel ook, gele kaart. Ik trapte hem van achteren neer, maar... Dan liep hij ook even dwars door hem heen. Ja, Mazraoui lijkt wel. PES is daar altijd wel goed in spelersgelijkenissen. Alle balls come loose. Oké, nu counter. Hou hem voor je. Dat is niet voor je houden, dat is hem alle ruimte geven. Kudus! Daar lag de ruimte. Ja, die net te lang! He's through. Tromes. Kon ook moeilijk hoor. Het past echt maar net. Maar nee. Kijk, je ziet wel de snelheid van de Promes daar. Ja, toch wel een grote kans hoor. Time for a change in personnel. Well, you have to feel a little for the player been taken off here. I think he's been made the scapegoat after that, but I guess something had to be done. I suppose it did need a little change. Maar heeft Ajax nog een centrale verdediger nodig? Ja. Ik denk van niet. Maar anderzijds, ik hoorde dat PSV een lijntje had uitgegooid naar Toby Alderweireld dus. Ja, hey. We gaan het niet laten gebeuren dat PSV met Toby Alderweireld er vandoor gaat, toch? En dan kunnen we hem wel goed gebruiken. Maar ik heb nu zoiets van, hou maar lekker bij Schuurs. Oeh, wat een heerlijk doelpunt zeg. Anthony, je krijgt hem perfect mee. Hoeft hem alleen nog maar binnen te schieten. En dat doet hij dan ook. Jezus. Wat een heerlijk schot. Die schoten zijn sowieso echt veel beter in PES, man. Echt veel beter. Het voelt veel gewichtiger. En je ziet ook weer een vlammend schot, hè. Een kanonskogel. Kan die helemaal niet in het echt, trouwens. In het echt zijn het of vaak die hele lepenballetjes. Of zijn het van die stuiterballetjes van hem. Maar kijk, goed meegeven door Tadic. En hard uitgehaald. Met zijn rechterbeen in plaats van zijn linker. Kijk, pas precies. Tussen drie Feyenoorders door. En schiet hem hier knap binnen. Jantje, jongens. 3-0. Het zou mooi zijn. Het zou hartstikke mooi zijn, trouwens. Ik vind het ook wel mooi om te zien, trouwens. Hè, dat de competitie, dat Vitesse het zo goed. Weet je, voor de mensen die het niet weten. Voor de mensen die mij weer gaan verguizen in de comments. Ik zie jullie heus wel. Weet je, ik heb twee favoriete clubs. Ajax en Vitesse. Bite me. Maar ik vind het mooi om te zien dat beide ploegen het zo ontzettend goed doen. Althans, Ajax doet het naar verwachting. Misschien iets onder verwachting. Vitesse ver boven verwachting. En ik vind het mooi, die coach Thomas Letsch. Hoe die bazoer aan het voetballen heeft gekregen. Hoe die toch jongens als Tanane, dat die daar meer uit weet te halen dan bij andere clubs erin zat. Schitterend om te zien. Spelen ook goed doordacht voetbal. En ik kan me niet voorstellen dat hij langer dan een jaar bij Vitesse blijft. Maar voor mij is er persoonlijk niks mooiers als een Ajax en Vitesse die strijden om het kampioenschap. Echt prachtig. Echt goed om te zien. Dat was in 2013 ook zo. Dat was onder Fred Rutte. Natuurlijk. En om heel eerlijk te zijn. Toen had Vitesse ook echt kampioen moeten worden in 2013. Dat was het jaar waarin ze die winterkampioen shirts lieten maken. En dan letterlijk
de laatste speelronde voor de winterstop niet winterkampioen werden. Ook typisch Vitesse natuurlijk. En, maar dat jaar, toen had Vitesse zo'n goede selectie, jongen. Ik weet niet meer precies wie er allemaal bij zaten, maar dat was toen nog met Wilfried Bony natuurlijk. Die scoorde aan de lopende band. Werd nog heel even in verband gebracht met Ajax. We weten natuurlijk hoe zijn carrière is verlopen. Heel gek carrière verlopen. Hij ging niet naar Chelsea, hij ging naar Manchester City. Daar ging hij natuurlijk naartoe. Swansea ook nog gespeeld. Volgens mij Midden-Oosten uiteindelijk gespeeld. Maar hij heeft nooit de belofte waar kunnen maken. Ja, en dan toch nog een eregoal voor Feyenoord. In de blessuretijd was ook wel heel slecht verdedigd hoor. Goal van Sinisterra. 3-1. Jammer. Geen clean sheet voor Onana. Maar dit was ook absoluut niet zijn schuld. Het was slecht verdedigd, zeg. Er staan genoeg Ajax-zieden. Schuurs laat zich heel kinderlijk wegzetten. En vervolgens schiet Sinisterra aan binnen. Zonde. Had niet gehoeven wat dat betreft. Nee, het is niet de start van de comeback. Het is de 93e minuut. Gek. Nee, je weet me nooit. Ik ben mijn grote mond. Hier, kijk, daar komt hij. 3-2. Oh, pak hem aan dan! Nee, het is over. Het is over. Ajax Feyenoord. 3-1. Twee doelpunten van Sebastien Haller. Eén doelpunt van Anthony. En een laatste eregoaltje van Sinisterra. You heard it here first. Ajax Feyenoord 3-1. De klassieker. Ik wens jullie ontzettend veel plezier met het kijken van de wedstrijd vandaag. Kwart voor vijf is de tijd waarop de wedstrijd wordt uitgezonden. En we houden ongetwijfeld wel contact in Discord. Veel plezier in ieder geval daarmee. Mocht je deze video nou leuk vinden en meer van dit soort video's willen zien, laat dan alsjeblieft dat duimpje omhoog achter. En vergeet ook niet te abonneren. Bedankt daarvoor. En tot de volgende keer, jongens. Later.